De weg die de speler van Koninklijke HFC heeft afgelegd is een bijzondere. Als kleine jongen ontvluchtte hij de oorlog in zijn geboorteland, Kosovo. En al die tijd speelde de bal een belangrijke rol in zijn leven. Als klein jongetje ben je gewoon heel erg blij dat je met een bal gewoon die energie kan kwijtraken. Dribbelen met die bal en gewoon er niks bij nadenken. Gewoon dat is denk ik voor mij het belangrijkste in mijn leven wat ik toen als klein jongetje heb gehad. En dat was ook voor mijn ouders was het goed, want die kwamen dan in contact met mensen. En zo ging je telkens de taal een beetje leren. Een paar woorden daar, een paar woorden hier. En zo kwam van het een het ander. En daar hebben we wel heel veel aan gehad. En nog steeds. De jonge Deguti maakt al snel indruk op de Nederlandse velden. Via de jeugd van Cambuur Leeuwarden kwam hij uiteindelijk in het eerste elftal van SWZ uit Sneek. Daar maakte hij voor het eerst kennis met de Koninklijke HFC. Ja, we speelden twee keer uit en thuis. Nou, volgens mij waren dat de twee beste wedstrijden voor mij gezien over het hele seizoen. Sneek dan uit de corner, afvallende bal. En die valt zomaar voor de voeten van Erolind Deguti. De linksbuiten van hun ging weg. Dus toen zijn ze bij mij terechtgekomen. Natuurlijk was het in het begin wel even wennen. Je komt toch van eigenlijk een dorpje naar een heel grote stad. En vooral onbekende stad. En dat was in het begin was het echt wel even wennen. Die jongen is natuurlijk daar opgegroeid en komt daar Kosovo vandaan. En die komt hier eigenlijk in zijn eentje te zitten. En dat is natuurlijk denk ik nog een grotere stap dan de stap van het voetbal wat hij moet maken. Want ja, dat valt natuurlijk niet mee voor zo'n speler. De 24-jarige Deguti is blij met zijn stap naar de Koninklijke HFC. Maar ziet de club niet als zijn eindstation. Proefvoetballer worden is zijn ultieme doel. Ik zal er alles voor geven. Ik zal er alles voor laten ook. Het maakt me niet uit waar ik als profvoetballer terechtkom als ik maar profvoetballer word. En dat is mijn droom en die wil ik bereiken. En ik ben er zo dichtbij, dus ik zal het ook niet opgeven. Ah, ik vind dat hij nog heel veel moet leren. Hè. Net, het komt ook altijd uiting dat Erolind niet speelt. En dat hoeft niet alleen aan zijn voetbal te liggen, want voetballen kan die jongen. Alleen hij moet meer vertrouwen uitstralen, vind ik zelf. Meer gedurfd spelen. Het is natuurlijk niet alleen die individuele actie, maar ook wat er om hem heen gebeurt en zo. Dat gaat nog wel eens aan hem voorbij, maar daar zijn we druk mee bezig. En wat dat betreft is er een hele positieve jongen die ook wil leren om op een gegeven moment toch de wedstrijden te spelen. En waarvoor die eigenlijk hierheen is gehaald. Als ik het niet haal, maar dat wil ik eigenlijk niet in mijn mond nemen. Maar stel als ik het niet haal, ja, dan moet je toch verder met je leven. En ik heb een hele leuke studie. Hiernaast en die heb ik bijna afgerond en dan wil ik gewoon een leuke baan. Het liefst hier in de regio, want dan kan ik hier ook in deze mooie omgeving wonen. En dan kan ik verder bouwen aan mijn toekomst.